Hey guys, super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video. Ik heb vandaag een video die even wat minder spiritueel is, die even gewoon lekker wat low-key is. In die zin dat uh, ik jullie mijn lush unboxing ga laten zien. Ik dacht, ik maak zoveel spirituele video's de laatste tijd. En wat diepzinnigere video's. Het is weer tijd voor een beetje een oppervlakkige video. Um, ja, laten we maar snel gaan kijken wat ik allemaal uh, heb besteld. Ik heb nog wat van de sale mee kunnen pikken. Niet heel veel, want uh, het was heel snel weg hier in Nederland. Dus het, eigenlijk het meeste wat ik heb besteld is uh, gewoon uit het uh, bestaande assortiment. En daarnaast was het ook vrij snel binnen. Ik heb het zaterdag besteld en het is nu donderdag. Dus uh, ja, op zich heb ik niet heel erg lang moeten wachten. Of te wachten. Heel veel <laughs> van die piepschuimdingen. Oké. Okay. Hoe gaan we dit in vredesnaam doen? Ik ga gewoon het eruit uh, pikken en kijken. Uh, ja, of dat lukt. Ik, ja. Als allereerst zie ik deze erin zitten. En ik heb werkelijk waar geen idee. welke het is van de bestelling: de Ickle Baby Bot. Het is een uh, bedbom. Volgens mij zit er inderdaad ja, lavendel in. Want uh, er staat bij sleep. Uh, uh, slaap lekker kleine boef. Het is met lavendel en met uh, sandelhout. Dan hebben we hier ocean salt gezicht en uh, body scrub. Ik was heel erg benieuwd. Ik heb eigenlijk helemaal geen uh, gezichtsverzorgingsproducten van Lush. Dus ik dacht, ik ga er gewoon een keertje uh, een uitproberen. Um... En Dit is dus de Ocean Salt gezichts- en body scrub. Ik wilde graag een scrub inderdaad erbij. Ik had al de rub, rub, rub en die was er op zich wel prettig bevallen. Dus toen dacht ik, nou ik ga een keer voor een andere. Oh een hele lekkere zachte geur. En hij is wel uh, best wel dik zeg maar qua substantie. Dat vind ik eigenlijk ook wel prettig. Dan hebben we hier de uh, Happy Hippie. Die leek me ook wel erg lekker qua geur. Met verse grapefruit. En uh, ja, ik ben toch wel echt dol op citrusgeuren. Wat ik wel minder vind aan de Lush Shower Gels en ook aan de shampoos is dat ze SLS erin gebruiken. Ze zetten de naam er niet op. Ze zetten natrium op, maar dat is eigenlijk hetzelfde als uh, Laureth lauretsolvaat en dat vind ik een klein beetje jammer, want dat is best een agressieve reiniger. Ik uh, met name uh, in sommige douche-shells heb ik daar dan ook echt wel last van. In uh, Snow Fairy bijvoorbeeld, die, is, uh, die maakt mijn huid heel erg droog. Uh, de Olive Branch wat minder, omdat daar ook behoorlijk veel oliën in zitten. Maar um, ja, hoe minder natuurlijke ingrediënten erin zitten, hoe meer ik het merk op mijn huid. Oeh, die ruikt eigenlijk heel. Heel fris. Met een hintje citrus eigenlijk. Dus dat is wel lekker. Ik had er meer citrusachtig uh, verwacht. Maar hij uh, ja, ruikt dus uh, best wel fris. Dan hebben we hier Sleepy Shower Gel. En um, deze zag er ook echt super lekker uit. Ik dacht, oh heerlijk. Ik hou echt van die lavendel dingen. Uh, als ik, uh, want ik douche heel vaak s avonds. Dus dan hou ik er echt van om er lekker in te soppen met uh, iets wat rustgevend is. Zodat ik ook lekker slaap. Daarna. Um, nu gebruik ik heel vaak de Rituals uh, Shower Oil van die nieuwe lijn. Die groene lijn. Ik weet even in mijn hoofd niet hoe die heet. Um, daar zit ook lavendel in. Dat vind ik zo lekker. En hier zit dus ook lavendel in. Qua geur. Ja, hij ruikt echt super erg naar lavendel. Ik hou daar echt van. Ik ben daar echt uh, dol op. Dus, uh, mocht je daar ook zo dol op zijn, dan uh, is dit wel echt een aanrader, denk ik. Dan heb ik nog de uh, Snow Fairy Shampoo Bar uh, besteld. Mijn vriend is helemaal dol op de geur van uh, Snow Fairy. Ik moet eerlijk bekennen, ik vind die geur ook echt super lekker. Heerlijk naar zoete snoepjes, naar een beetje bubblegum-achtige uh, geur heeft het. Hij was alleen op in de uh, webshop. En dat vond ik echt super jammer, want uh, we hebben nu een flesje, nou dat is bijna op. En uh, hij wilde hem eigenlijk heel graag nog hebben. Maar die was dus op, dus ik heb toen maar de shampoo bar uh, besteld met dezelfde geur. En hij heeft ook echt wel dezelfde geur hoor. Hij ruikt echt super lekker, dus ik hoop uh, dat hij hier blij mee is. Dan hebben we hier een bedbom en dit is Twilight met hele mooie uh, sterren erop. Een beetje uh, ja, het universum om het zo maar te zeggen of het universum gewoon de sterrenhemel. Oh, het is gaaf, lekker. Hmm, verrassend de geur lavendel komt ook hierin weer terug. <laughs> Naast lavendel uh, zit er ook benzoe, benzoe in. Um, wat dat precies is, weet ik even niet uit mijn hoofd. Um, een beetje een kruidige geur, denk ik. En er zit zoete tonka in. Ja, wat dus echt een beetje voor die warmere geur zorgt. Het is niet een lavendel zoals je hem gewend bent, maar een beetje een, een, een zoete, warme lavendel. Dat ruikt toch wel echt super lekker. Ja, heel blij mee. Dan hebben we hier de volgende bedbom. En dit is Sakura. Ik zag er op de foto van de site van Lush iets anders uit. Dus ik wist in eerste instantie niet welke dit was. Maar hij ruikt zo lekker, jongens. Oh, hemels. Inderdaad, echt zoals ze hem omschrijven als lentebloesem. Hij ruikt mega erg bloemig en fris. Dit is ook wel echt iets waar ik super erg van hou van deze geur. Er zit citroen in qua geur. Jasmijn in qua geur. Ehm... Um... Er zit wat zout in voor een reinigende uh, scrub. Even kijken. En de zoete bloemige geur van mimosa zit er ook in. En dat zorgt echt voor een heerlijk geheel. Dan heb ik hier nog de Bubble Bar uh, Sleepy: dus uh, niet de shower gel, maar de Bubble Bar varianten van. Ja, deze ruikt eigenlijk exact hetzelfde. Ook heerlijk naar lavendel. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet van zeggen. Hij ziet er echt super leuk uit. Echt als een, als een wolk, inderdaad. Heel erg leuk gedaan. Dan hebben we hier Creamy Candy. Dit is ook een Bubble Bar. En deze ruikt, vind ik heel erg, naar um, um, Snow Fairy. Ruikt echt een beetje hetzelfde. Ook zo'n heerlijke, zoete geur. Dan hebben we hier de Floating Flower: dit is een bedbom. En ik weet in alle eerlijkheid niet zo goed wat ik van de geur vind. Alhoewel, dat weet ik wel. Ik vind hem niet zo lekker ruiken. Want het is niet mijn geur. Het is een beetje. Ja, het doet me denken aan zweetvoeten of zo. Ik weet het niet wat ik ruik. Ik ruik mint. Een beetje mintgeur met een hele kruidige geur of zo. Het is niet. Uh... Ik vond hem er vooral mooi uitzien. Vandaar dat ik hem gekocht heb. Oh, wacht. Er zit lavendel in. Maar het is niet alleen lavendel wat ik ruik. Er zit ook nog meer in. Er zit ook parfum in. Dus ik kan niet verder zien wat voor geur, waar, waar de geur op gebaseerd is. Ik vind hem in ieder geval niet zo lekker ruiken. Dan hebben we hier nog de Bubble Bar uh, French Kiss. Ruikt een beetje kruidig. Ik zou denken lavendel ook weer. Maar dat, ik weet niet of dat erin um, terugkomt. Misschien wel. Omdat, uh, ja, ook wel weer voor lavendel liefhebbers. Lavendel en uh, rozemarijn zit erin. Dat is wel een lekkere combinatie inderdaad. Een beetje um, uh, ontspannend, maar toch een klein tikkeltje kruidig door de rozemarijn. Uh, dit is dus een bubbelbar en hij is 6,75. Dan heb ik ook nog Snow Fairy de bedbom besteld. En deze ruikt inderdaad weer zoals de heerlijke geur van Snow Fairy. Dit is een bedbom, dus die uh, gooi je gewoon in je bad. En deze was dus in de sale voor 3,25 euro. Volgens mij heb ik er twee van besteld, inderdaad. Dus er zit er nog eentje in. Oeh, en hij zit helemaal vol glitters. Yes, found it. De andere van Snowfairy. Dan hebben we hier nog uh, iets met unicorn uit mijn hoofd. Yes, dit is Unicorn uh, Horn, Het is een bubbelbar. Lekkere geur. Ik kan even niet plaatsen wat voor geur, maar het is zoet en fris. Ja, ik vind hem wel erg lekker ruiken. Deze is 6,50 euro. En er zit in lavendel en neroli. En rolie zorgt ervoor dat het serotonine-level, dus het gelukstofje in je hersenen, dat dat stijgt. Dus ja, voel jij je somber of niet zo lekker in je vel, dan is deze echt denk ik prettig om te gebruiken. Ik vind hem echt super lekker ruiken ja. Hm. Heerlijk, ik heb zo'n geur waar je de hele tijd aan wil blijven ruiken. Dan hebben we hier nog een heel leuk mooi bootje, oh, wat grappig met allemaal hartjes op de onderkant. Ah, vandaar dat die uh, Loveboat heet, volgens mij. Ik zit de hele tijd te kijken op, die, um, op de lijst die Lush me heeft gegeven. Maar ik kom daar helemaal geen wijs uit. Dus ik moet iedere keer schakelen naar mijn e-mail. Loveboat is dit inderdaad. Dit is um, in verband met Valentijnsdag, uh, wat er uh, over een maandje aan zit te komen. Ja, waar ruikt deze na? Ik kan het niet echt plaatsen waar deze naar ruikt. Een beetje zoet inderdaad. Zoete sinaasappel en Siciliaanse citroenolie. Hm, dat klinkt wel erg lekker. Deze is 6,50 euro per stuk. En het is dus een, een bedbom. En dan als allerlaatste, last but not least, heb ik deze nog. Dit is de Comforter. Dit is echt mijn all-time favorite geur van Lush. Oh heerlijk, echt zo'n kassis. Beste geur echt. Ik ben hier echt fan van. Super jammer dat ze die uh, shower gel niet meer hebben. Maar hmm, gelukkig hebben ze de Bad Bomb nog. Oh, zo lekker. Nou ik dat ik er niet meer van heb besteld. Maar ja, als de winkels weer open gaan, dan uh, kan ik er nog heen. Ik heb zat nu voor om weer even vooruit te kunnen. Dat is het dan ook allemaal. Dat was mijn bestelling bij Lush. Ik hoop dat je hem leuk vond de video. Uh, doe een duimpje omhoog wanneer je de video leuk vond. En uh, Wellicht heb jij nog een shop bij Lush. Laat me dat ook weten in de comments. En dan zie ik je graag weer de volgende keer bij een nieuwe video. Bedankt voor het kijken. Doeg!